Kees van Mike heeft al een superleuk leuk weer kijken naar een gloednieuwe Planet Coaster. Dus alweer aflevering 3 of zo. Dus ja, wel leuk dat jullie eigenlijk kijken naar mijn Planet Coaster video's. Dus nu gaan we hier iets leuks bijbouwen. Dus wil je dat zien, dus kijk wel even lekker kijken mensen. Doe sowieso de duimpjes omhoog en abonneer op mijn kanaal. Dus zeggen geniet lekker van deze Planet Coaster aflevering weer. Dus lekker! Hey, en superleuk dat jullie kijken naar de nieuwe Planet Coaster of levering. Ik ga gelijk even gelijk beginnen. Weer maar bouwen, want ik heb vorige keer ook een en ander ook bijgebouwd, gethematiseerd, weet ik het. En we gaan gelijk een flatride wil ik zeggen, een RMC coaster neerzetten. En we hebben nu deze gebouwd en ik ga hem een klein beetje aanpassen. Even wat stukken baan weghalen. Even kijken, dan moet ik hem even een beetje. Ik ga die hele achtbaan zeg maar een soort van verbouwen. En ja, ik zit even te kijken. Kijk, het station probeer ik toch iets groter te maken. Hier even het remsysteem te bellen. Flink remsysteem en wat booster dingetjes bouwen. En dan ga ik vanaf deze ik helemaal veranderen. Even kijken, dan gaat hij. Weet je, die kant op laten draaien en dan ga ik hem proberen om hem op zijn kop te laten draaien. Dat is ook wel vet. Kijk hoe ik hem ga neerzetten dan. Even kijken hoe ik die bouw. Het zou grappig zijn als die een beetje zo komt. Dit is een standaard dingetje, maar ik geen ding. Ik zit toch te denken om deze neer te zetten. Of gelijk laten starten, dat hij op zijn testrit komt. Kijk niet, die kan ik niet plaatsen. Even kijken.
gaan zo'n beetje naar boven komen en dan zo'n beetje deze kant op. Kijk, ik moet een tikje naar boven kunnen laten gaan. Hier, oh, ik moet er even een beetje aangepast, want hier valt hier net niet. Hier valt hier net niet. Hier. Dus we gelijk tussendoor even wat grond hier weghalen. Dus als ik deze een beetje veranderd, gaan we dan is het toch nou al een hele klus. Wacht, ik ga het toch een beetje anders doen. Dus het is heel even kijken hoe ik het ga doen. Dus de verkeerde. Kijken of ik hem zelf op zijn kop wil laten draaien. Kijk hier. Kijk, dan gaan we. Even hier op zijn kop.
Kijk, dan heb ik hem een klein beetje aangepast. Ja, dat is ook wel vet. Nou, ik wil even kijken hoe die rit zo meteen is, want dat is ook wel heel nice. Er staat nog één kar op, maar misschien dat we er... ...maar een... ...tweede erop kunnen laten zetten. Dat zou vet zijn. Kijk, nu kan hij met twee rijden, dat is ook wel nice. Dus ja, nou voor de, even een pad maken alvast. De bezoekers erin kunnen. We zullen naar hoofdingang. Ja, vandaag. Die pompot weghalen. Dus ja. Die hond een beetje weghalen. Zodat een beetje dat er extra water bij die, onder die baan is. Het is gewoon zo grappig, geinig zo. Dus ja. Stem, ja, weet je ook. Qua thematisering, we gaan zo even een online laten we. Gaan we wel vast testen. Misschien kunnen we zo meteen even online erin zetten. We gaan eerst hier een beetje thematiseren, want dat is ook wel heel vet. Eigenlijk. Zou ik wel eens geschieten zijn hier? Gaan deze hier neerzetten. Die is ook hier erbij gezet. Dat is eigenlijk wel heel vet zo. Ze zijn er met 3 ik wil alleen even kijken of die nou haalt. Ik moet even een heel beetje aanpassen. Kijk, hoe was je dat nou? O ja, zo. Het is wel grappig dat we het alleen moet het wel kunnen, zeg maar. Ik kan het net wel.
Zit te denken om. Terwijl vast die remmen in de extra remmen in te plaatsen. Heel even kijken hoe de rit is, want dat is misschien ook wel leuk om te laten zien. Zo, dat is vet. Dat is een grote snelheid. En hier staat er nog een standje tunnel door. Ik ga hem lekker open, ik doe mijn zoekers erin. Dat is ook al eerlijk gezegd heel vet. Maar dat geeft niet. Maar weet je wat? Kunnen doen. We gaan er even gauw een restaurantje bouwen. Even kijken welke we gaan bouwen. Oh, dat is ook wel geinig. Ik denk wel een beetje zo'n pirates thema. Dat is wel een beetje grappig geinig zo. En ik leg even wat verlichting plaatsen hier hoor. Dus en wat bankjes en alles. En dat is ook best wel geinig. Voor het extra bumpjes natuurlijk in het park, dat is er ook genomen bij. Dat is wel een grappig is dat er bomen in het park staan. Bugjes. Dan gaan we ook even verlichting plaatsen. Een park, want dat is heel heilig. Goed, die plaats verkeerd. En zo lachen. En we gaan even een. We gaan ook nog even een. Weet je zo'n ding? Zo'n. Personeelshuisje neerzetten. Dat is ook wel eens wel geinig. Kijk, we staan hier.
We hebben er al eentje staan. Dus wat we wel is wel een vet voor het personeel als die in het park lopen. Nee, dat er niks zo staat. En we gaan het personeel in het park zetten. Ja, dat is ook wel geinig. Dus ja, na het vegen, veel wegen hebben we net gehad, wat op technisch, we kunnen ook meer technische dienst in het park kunnen zetten. Of om amateur kan medewerkers erin zetten. Natuurlijk ook in het park. En ik ga heel even zo'n flatride hier neerzetten. Dat het er ook een beetje bij in het park. Ja. Kijk hier, al die mensen gaan nog extra tevreden eten halen ook. Tjonge. Maar ja, het is wel geinig. Dus ja, zo wordt het een aardig mooi leuk groot park. Ik ga hier nog een beetje thematisering bij zetten in het park. We zullen even kijken welke ik ga bijzetten. Ik ga deze een beetje hier zo. Dus ja, het moet wel een beetje een leuk park blijven natuurlijk. Ik wil even hier kijken. Misschien kunnen we deze keer plaatsen. En deze uren zou dat nog wel op een aantal manieren staan. Dat is gewoon grappig. En daar komen. Dus ja, dan gaat het wel wat gezelliger uit in het park. Misschien is het ook wel leuk om qua thematisatie hier ook nog wat te gaan neerzetten mensen. En wel een lekker zijn. Ja, die gewoon hier plaatsen. Mensen, het was weer af voor deze plantkustige aflevering. We kunnen zien dat ik wat biertjes heb bijgebouwd. En het was weer af. Gezellig dat jullie gekeken hebben naar deze video. Dus heel erg bedankt voor het kijken en wil je nou weer een hele toffe video geeft dan weer zoveel mogelijk blauwe duimpjes omhoog. En wil je nog meer toffe video's van me zien, abonneer even op mijn kanaal mensen en dan zie ik jullie weer de volgende video weer. Mensen, en ik zou zeggen, lekker!